Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar het HAVO-examen van 2022. En de opgave heet Power to Ammonia en dat is opgave 7 tot en met 13. Je kunt het examen vinden op chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. Een lang stukje tekst. Wind- en zonne-energie kunnen nog niet grootschalig worden opgeslagen in Nederland. Daardoor kunnen deze duurzame energievormen, wanneer er veel wind of zon is, niet altijd optimaal benut worden. Op de TU Delft is onderzoek gedaan naar uh, een mogelijkheid om die op te slaan in de vorm van ammoniak. En dat doen ze in vier stappen. In de waterstoffabriek worden windenergie en zonne-energie gebruikt om water door middel van elektrolyse om te zetten in waterstof en zuurstof. In een luchtscheider wordt stikstof gescheiden van de overige gassen die in de lucht voorkomen. In een ammoniakfabriek reageert waterstof vervolgens met stikstof tot ammoniakgas. En het ammoniakgas wordt vloeibaar gemaakt en opgeslagen in tanks. En in figuur 1 is dit proces vereenvoudigd weergegeven. Nou, hier zien we dat proces. En water gaat erin. Stap 1: elektrolyse. Krijg je zuurstof en waterstof. Waterstof laten ze met stikstof reageren tot ammoniak. En het ammoniak gaan ze vloeibaar maken, gasvormig naar vloeibaar en slaan ze op. Vraag 7: Geef de vergelijking voor de vorming van ammoniak. Nou, daar gaat N2 en H2 in en je krijgt NH3. Dus N2 plus H2 en je krijgt NH3. Moet je natuurlijk wel kloppend maken. Even kijken, uh, hier een 3 en hier een 2. En dan heb je hem kloppend. Beschrijf op microniveau het vloeibaar worden van ammoniakgas. Maar dit moet je heel goed beschrijven. Uh, er was de normering erg streng in. In uh, de gasfase bewegen de moleculen op grote afstand van elkaar. En is er geen aantrekkingskracht. En als je het vloeibaar maakt, gaan de moleculen dichter bij elkaar zitten... Tegen elkaar aan en trekken ze elkaar ook aan met uh, uh, bindingen. In dit geval NH-groepen, dus waterstofbruggen. En dan wordt het vloeibaar. Dus van grote afstand uh, naar dicht tegen elkaar aan. En je moet het hebben over moleculen. Hè? Want micro, dus de moleculen gaan van grote afstand naar dicht tegen elkaar aan. Gaan we naar vraag 9. In tijden waarin te weinig elektriciteit kan worden opgewekt uit zon of wind, kan de opgeslagen ammoniak weer worden omgezet tot energie door ammoniak te verbranden in elektriciteitscentrales. De vloeibare ammoniak wordt gasvormig en de gasvormige ammoniak wordt verbrand tot stikstof en water. En dat zien we in figuur 2. Dit zien we hier. Dus hier hadden we dat vloeibaar gemaakte stikstof in de opslag. Dat vloeibare maken ze in stap 5 weer gasvormig, en dat gasvormige zetten ze om tot stikstof en water met een verbranding. Leg uit of gasmengsel X, wat bij stap 2 ontstaat, bij I gebruikt kan worden. Nou, er gaat hier lucht in en lucht bestaat uit stikstof en zuurstof. Dus als je hier verder gaat met de stikstof, dan bevat dat gasmengsel X voornamelijk zuurstof. Nou, en hier in stap 6, dan wil je een verbranding doen en daar heb je zuurstof voor nodig. Dus inderdaad kun je die hoeveelheid zuurstof kun je hier weer gebruiken. Dus dat kan. Gaan we naar vraag 10. In stap 6 vindt onder gecontroleerde omstandigheden, waardoor er minder ongewenste bijproducten ontstaan, die verbranding. Deze stap kan netto worden weergegeven met deze vergelijking de reactiewarmte. Um, van uh, reactie 1 is min 3,83 x 10 tot de 50 joule per mol ammoniak. Geef de formule van een ongewenst bijproduct. Nou ja, als je die verbranding niet goed doet, dan kan er stikstofoxides ontstaan. Stikstofmonoxide of stikstofdioxide. En uh, ja, hoewel het niet gevraagd wordt, dit geeft verzuring van het milieu. Oké, okay, gaan we naar vraag 11. Laat met een berekening zien dat de reactiewarmte van reactie 1 gelijk is aan die min 3,83 mal 10 tot de min 5. Dus joule per mol ammoniak. We moeten dit dus bewijzen. Nou, um, ik heb mijn eigen manier waarop ik dat doe. Daar heb ik een aparte les voor. Dus je kunt dat even terugkijken als je dat wil. Maar reactiewarmte, ja dan moet je die beginstoffen, die moet je eerst afbreken. Hè, naar stikstof en waterstof en zuurstof. En dan kan je van stikstof, waterstof en zuurstof de producten vormen. Nou, dat, we moeten die beginstoffen dus ontleden. Nou, we hebben twee beginstoffen, NH3 en O2. Nou, NH3, dan zoek ik de vormingswarmte op in de binas. En die is min 0,459 maal 10 tot de vijfde joule per mol. Maar let op, dit is vormingswarmte en ik wil het juist afbreken. Dus ik ga het teken omdraaien, want ontleden is het omgekeerde van vormen. En dit is joule per mol, maar we krijgen in onze reactie gaat het per 4 mol. Dus ik vermenigvuldig dit met 4. Dan is het dus ook niet meer joule per mol. Daar komt uit 1,84 maal 10 tot de vijfde joule. Niet meer per mol. Nou, zuurstof ontleden in zuurstof, dat is natuurlijk 0 joule. Nu hebben we dus stikstof, waterstof, zuurstof. Nu kunnen we de producten vormen. Nou, we moeten twee producten vormen, namelijk stikstof en vloeibaar water. Nou, stikstof dat is uh, niet ontleedbaar, dus uh, de vormingswarmte daarvan is 0 joule. Van water moet je altijd even opletten, want die staat twee keer in die binas. In dit geval hebben we vloeibaar water. En die vormingswarmte is min 2,86 x 10 tot de vijfde joule per mol. Nou, dit is vormingswarmte en we zijn ook aan het vormen. Dus dat teken laten we gewoon staan. Maar dit is joule per mol en in onze reactievergelijking wordt er tegelijkertijd 6 mol gevormd. Dus we doen dit maal 6. Dan is het ook niet meer joule per mol, maar min 17,2 maal 10 tot de 5 de joule. Dat is niet meer per mol. Nu ga ik alles bij elkaar optellen. Dus dit is plus 1,84 min 17,2. Dan kom je uit op min 15,4 maal 10 tot de 5 de joule. Maar gevraagd wordt per mol. NH3. We hebben het nu uitgerekend voor deze hele reactie en in die hele reactie hebben we het uitgerekend waarbij er 4 mol ammoniak heeft gereageerd. Dus als je het per mol wil weten moet je die 15,4 maal 10 tot de vijfde moet je nog delen door 4 en dan kom je inderdaad uit de min 3,83, 84 maal 10 tot de vijfde joule per mol. Oké, okay. gaan we naar vraag 12. In Nederland gebruikt een huis, gemiddeld huishouden per jaar 3,3 x 10 tot de derde kilowattuur aan elektriciteit. Bereken hoeveel kilogram ammoniak je dan moet verbranden om die energie op te wekken. Gebruik de volgende gegevens: 1 kilowattuur is 3,6 x 10 tot de zesde joule. Oké? Okay. Zo'n huishouden die had nodig 3,3 uh, x 10 tot de derde, dus energie. Nodig. Dat is dus 3,3 maal 10 tot de derde kilowattuur. Maar ik wil het graag weten in joule. En 1 kilowattuur is 3,6 maal 10 tot de zesde joule. Daar komt uit 1,19 maal 10 tot de tiende joule. Zoveel is er nodig. Maar eh, 60% van de reactiewarmte wordt omgezet in elektriciteit. Dus als dit elektriciteit is. In joule, dan uh, is dat dus 60 Hoeveel uh, energie moet je dan verbranden om dat, hè, om aan die 100 te komen? Dus uh, moet je dat getal, moet die 1,119 maal 10 tot de tiende, moet je omzetten naar 100 Dus delen door 60, dan heb je 1 procent keer 100. En dan kom je uit op uh, 1,98 maal 10 tot de 10 joule. Dus zoveel moet je uit de reactie halen om aan 60% te komen voor, die, voor het huishouden. Nou, dit, uh, we hadden die verbrandingswarmte net al gezien. Die verbrandingswarmte was uh, 3,83 x 10 tot de 5 joule per mol ammoniak. En de vraag is hoeveel ammoniak je moet verbranden. Nou, met deze twee getallen. Kun je uitrekenen hoeveel mol ammoniak je nodig hebt NH3, de chemische hoeveelheid. Je hebt dus 1,98 x 10 tot de 10e Joule nodig. En per mol krijg je maar 3,83 maal 10 tot de 5e Joule. Dat betekent dat je 5,17 maal 10 tot de 4e mol ammoniak moet verbranden. Nou, vraag is kilogram, dat moet je dus met de molaire massa omrekenen naar grammen. Molaire massa, die kun je vinden in bina's. En dan kan je de massa berekenen. Moet je die twee met elkaar vermenigvuldigen, dus 5,17 maal 10 tot de vierde maal 17,031. En dan kom je uit op 8,8 maal 10 tot de vijfde gram. Gevraagd wordt kilogram moet je delen door 1000, dus 8,8 x 10 tot de tweede kilogram. Nou, je ziet dat je hier 4 punten kon krijgen. Dat zal ongeveer zijn 1, 2, 3, 4 punten. Oké, okay, gaan we naar de laatste vraag van deze opgave, vraag 13. Waterstof die in stap 1 ontstaat zou in principe ook als brandstof voor de elektriciteitscentrale kunnen dienen. En ja, dus ook waterstof kunnen gebruiken. Toch heeft men de voorkeur aan ammoniak. Maar waarom al dat waterstof omzetten naar ammoniak? Nou, daar heeft een voorkeur en wij moeten uitleggen welke voorkeur. Nou, je kunt een aantal antwoorden geven. Waterstof, dat is explosief. En ammoniak niet. Dus is het veiliger. Dus uh, twee punten. Je moet dus een eigenschap noemen van, uh, ammoniak en, uh, van waterstof en ammoniak. Hè. Dus waterstof is explosief, ammoniak niet. En waarom is dat dan goed? Dat is veiliger. Uh, een tweede wat je kunt noemen, als je nou naar kijkt naar de kookpunten van ammoniak. Het kookpunt van ammoniak is hoger dan het kookpunt van waterstof. Dus als je het vloeibaar wil maken, moet je uh, waterstof moet je veel verder afkoelen dan ammoniak. Dus als je ammoniak wil gaan afkoelen, dan kost dat minder energie, minder energie om vloeibaar te maken. Te maken. Mooi man. Nou, daarmee zijn we aan het, laatste, of aan het einde gekomen van deze opgave. Wil je nou meer examens oefenen? Kijk op chemia.nl bij examens. Daar vind je allemaal oude havo-examens. Uh, en sommige zijn al uitgewerkt in een video. Um, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.